Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik heb hier gisteren aangezeten. Daar heb ik nu spijt van. Ik heb om 10:00 een afspraak bij de nagelstyliste. Het is nu 8:15. En ik ga mijn gelnagels af laten halen, want het ziet er echt niet meer uit. En daarna ga ik gewoon editen. Mijn weekvlog editen. De kamer opruimen. En om 2:00 mijn tijd heb ik een Skype call met mijn management. Dat zou ik eigenlijk vrijdag hebben, maar op dat moment toen ik kom, toen waren zij nog bezig. Toen zei ik, nou, zullen we het anders maandag doen? Dus ja, is goed, want anders had ik de hele tijd te wachten van, oké, kunnen we nu skypen, zeg maar. Ik wil even een tossietje voor mezelf gaan maken. En ja, ik ben echt super moe. Ik kon echt niet naar bed komen, want het was natuurlijk een super warme nacht. En dat haat ik echt als het zo warm is en je niet kan. Niet lekker goed kan slapen. Ik ga nu even ontbijten. En dan zie ik jullie zo. Zo, ik heb me even klaargemaakt. Ik heb weer dit rokje aan. Because I love it. Ik ga nu even snel naar de... Ik heb echt... Dat is echt lelijk. Ik ga even snel naar de nagelstylist. En dan... Ja. Als ik mijn sleutel kan vinden tenminste. Ik ben ook helemaal lek geprikt. Ik ben echt overal gestoken. Op mijn rug heb ik echt een hele grote bult. Gezondheid. Doei. Zo. Gelnak is eraf. En ik ben weer terug. Ik moet eigenlijk even mijn weekvlog editen. En zal ik me overal mijn gebeuren. Ik moet even kijken of ik ergens een schaduwplekje... Ik kan vinden om dat te doen, want ik wil het wel buiten doen, maar aan de andere kant is het daar ook echt veel te warm. Misschien kan ik het even heel snel binnen doen. Gewoon even full focus. Let's go. De hoopjes op de bergjes koken. Ik heb net een Skype call gehad met Carbon, een van managers. En ik ga nu mijn wimpers af laten halen en dan ga ik, het is echt zo warm, ik zweet helemaal. Dan ga ik gelijk door naar de sportschool en dan ga ik lekker met Stef sporten. Als het rustig is, dan filmen we wat. Als het niet rustig is, dan film ik een andere keer weer. Ik ga ervan. Miss Independent, that's how I rock. Don't need nobody running around for me. I got this on lock. I'm from another planet. Yeah, I like my space. I can tell you wanna buy me another drink by the look on your face. There you go again. What's with the distance? Can't put up resistance with you. Now you kill again. I need to get sober. I want to get closer. But if I do, why don't you stay with me for just one night? Just one night. Why don't you stay with me? Don't try to fight. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben net, nou ik ben een tijdje wakker. Ik ga even ontbijten, ik weet alleen echt niet wat ik wil ontbijten. So yes. Misschien dat ik gewoon even een tostietje maak. Ik wil denk ik vandaag ook even mijn haar wassen, maar ik weet niet of ik naar het strand ga of zo. Dat was schattig, ik kwam net beneden. Ik heb wel eens buiten en die lag zo op de stoel te zonnen. Het werd helemaal warm. Oké. Hoi. Ik ga even een tostietje pakken. Gisteravond was ik nog met... Want ik was dus gaan sporten. Daarvan hebben jullie wel een paar beelden gezien. Dat is met mijn telefoon opgenomen. Maar gisteravond daarna.
heb ik als avond een vissalade gegeten. En wat we zo aan. En toen kwam Stef en toen gingen we samen wat drinken in het dorp. En ja, we gingen nog even bij het water zitten. Ik vind het wel bizar, want Zeewolde, weet je, ik woon er gewoon, dus voor mij is het dan niet meer speciaal. Maar als je dan kijkt van, hey, bijvoorbeeld waar we naar het familieweekend heen waren geweest, dat is Gorel. Dat is helemaal niet veel. Ja, het is wel leuker omdat je in een andere plek bent, maar het is niet veel mooier dan Zeewolde. Zeewolde is echt zo'n plopje waar je met familieweekend heen gaat, snap je? Dat vind ik wel grappig. Oh, top hier. Ik heb tosti-ijs er niet in de stok. Ik was echt bang dat ik liet het pak melk vallen. Maar ik was echt heel bang dat het open zou spatten op de grond. Dan heb je echt een probleem. Ik heb wel eens de yoghurt. Zo'n ja, emmer heet het, is het eigenlijk. Emmer yoghurt laten vallen op de grond. En die spatten helemaal open. Dat is echt zo naar. Ik volg nu trouwens 30 Reasons Why weer. Maar heel veel mensen hadden gezegd, ja, het einde is echt heel ja, heftig. Dus nu heb ik alleen nog maar meer de drang om het af te kijken, omdat ik het einde gewoon wil weten. So, yes. Nou, ik ga even wachten op mijn tosti klaar is en dan ga ik ontbijten. Ik had mezelf beloofd dat ik dan echt, zeg maar, wakker ging worden, ontbijten en bam, 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 gelijk doorgaan naar boven om mijn kamer op te ruimen. En het is nu 10 uur. Dus ik ben om 8 uur wakker. Dus dat bam, bam, bam is niet helemaal gelukt. Ik neem een smintje. Oh. Hij is niet te scherp. Oh, nu wel, denk ik. Ik heb trouwens mijn wimpers af laten halen gisteren. En mijn gelnagels. En toen had ik een goed gesprek met Francis. Daar laat ik mijn nagels doen. In Zeewolde. En we gaan samenwerken, dus dat is super leuk. Ik zeg het als een weervrouw. Dus dat is super leuk. Ik heb geen energie meer om op te lopen, man. Oké. Hitte is aanwezig. Moet je mijn kamer zien? Ja. Even wat winterkleding naar een andere kast brengen. So much. Dit wordt mijn werkplek. Ik heb mijn kamer opgeruimd. Ik heb de badkamer gedaan. Ik heb de vaatwasser in en uitgeruimd. En nu zit ik in een schaduwplekje te werken. Tenminste, ik ga nu werken. Eten. Ik heb water. Let's go. It's what you make it. Always try to give. Don't ever take it. Life is what I dream. It's what you make it. Make it. Always try to give. Ik heb de video geëdit en ik heb het echt super warm. Het wordt wel iets bewolkter, dus volgens mij gaat het soms wel onweren. Ik moet hem net even met Stef samen een foto maken voor Coolcat. Dus. Hey, we zijn vandaag op tv! Goedemorgen. We hebben net Tibbe eventjes naar de dierenarts gebracht, want zijn tanden moeten gepoetst worden. Het is een beetje ontstoken, tandvlees en zo. Maar Tibbe is zeg maar zo'n moeilijke kat dat hij gebracht moet worden. Eind van de ochtend kunnen ophalen tussen 10 uur, dus dat moet lukken. Ik ga eventjes de video verder af editen met Shalisa. Die wil ik morgen online gooien. En verder
was ik een beetje zelfverzekerd oefenen. Want ik heb binnenkort weer een optreden waar alles voor geregeld moet worden. Ik heb het echt super warm. Het wordt weer een warme dag volgens mij vandaag. En ik heb gewoon een lange broek aan. Oh, je kan het niet zien. Lange broek? There. Dus ik ga nu even kijken op bij Radar. Ik moet in ieder geval even thuis blijven vandaag. Niet dat ik van alles maar heen te gaan, maar... Misschien dat ik wel gewoon buiten ga zitten vandaag. Kan wel. Ik word echt warm. Ik ga dood. Ik heb net Cheryl's gebeld. Want ik heb het idee dat deze kleur er nu wel goed in blijft zitten. En dan is het zeg maar nu tijd om highlights in te zetten. Dat kon ik eerst niet, want het ging heel snel eruit, de kleur. En nu blijft het wel mooi. Kijk, dit is... En dit is een beetje de kleur die ik wil. Zeg maar hier. En hier is het gewoon heel donker nog. En dan gaan we daar nog maar highlights in zetten. Zodat het niet too much is. Want dit is niet mijn haarkleur. Maar ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen. Ik heb gewoon voor mezelf een beetje donker blond haar. En ja. Ja, verder ben ik gewoon even mijn agenda aan het invullen of mijn planner. En dan zie ik wel wat ik verder ga doen vandaag. Timmy die komt zo thuis. Dus dan... Ga ik hem even filmen, dat is wel grappig. Ik heb echt zin in dat hij weer thuis komt. Hij is gewoon altijd zo grappig als hij dan net gewoon... Ja. Het is gewoon schattig. Dan zie je hem helemaal net uit narcose en dan loopt hij helemaal schuin en scheef. En dan valt hij wel eens om en... Dus ja, het is gewoon grappig. Oh, gaat hij bijna. Oh. Hij loopt zo sloom. Ja. Je bent echt een cutie, hè. Ik ben met deze baby aan het chillen. Hij lag op de grond in de achterkamer te slapen. Dan ging hij uit, pak je wel eventjes, want hij kan niet op iets springen, denk ik. Dat heeft hij zelf ook wel door. Dus ik heb hem even bij me gelegd. Echt schattig. Tibby wil nu wel wat eten voor het eerst. Maar hij wil het wel liggen doen. Maar ja, prima. Is lekker. Oh, het bakje moet ook gelikt worden. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik ga vandaag eventjes naar Almere. Ik ga toch die pantenbroek afhalen bij de Coolcat. Ik heb mijn haar zo half omhoog gedaan. En ik hoop dat het leuk is. Ik twijfel nog even of ik teenslippers aan doe. Ik heb nu gewoon dit aan. Ik heb niet zoveel zin om met een kort broekje in de stad te lopen. Dus vandaar ik dit gewoon even aan doe. Ik twijfel echt heel erg of ik teenslippers aan doe. Het is wel gewoon chill, maar... Ik vind dat dus in de bus en zo, vind ik dat echt totaal niet chill. Zo, I don't know. Ik ga even alles klaarmaken. Even wat brood smeren. En dan ga ik daarna naar de bus. Ik heb echt geen energie vandaag. Aan de ene kant werd ik echt vet vroeg wakker. Ik werd met mijn hoofd aan de andere kant van mijn bed wakker. Nou, dan weet je dat je diep hebt geslapen. Het is nu 4:15 en de bus gaat om 6:30. Dus ik ga denk ik over 10 minuutjes weg. Oh my god. Ik ben thuis. Het was zo vies weer. Gadverdamme. Ik moest gewoon echt schuilen. En daarna rende ik naar de hele paraplu te halen. Ik kom echt net uit de bus. En ik ben zo misselijk geworden door de bus. En misschien heb ik wel iets verkeerd geschreven. Maar ik heb een zonnebril gehaald. En ik had al zo eentje. Klopt. Maar deze is net wat kleiner. Dus. Leuk hè? En hier is een pakketje binnengekomen van ASOS. Goedemorgen.
Ik ben net wakker. Ik ga zo even aan Amy de filmpjes vragen van gisteren. Want we hebben echt een hele toffe choreo. Hallo, sorry. Hele toffe choreo. En ik wil hem heel graag terugzien. En misschien kan ik een klein stukje aan jullie laten zien. Ik ga even ontbijten. En ja. Vanavond is Beach Festival. Volgens mij gaat het regenen. So that's very stupid. Mijn ontbijt is havermout met vanillevla, yoghurt bedoel ik, en koffie. Ik ben met mijn mama even naar het dorp geweest. En ik wil nu eigenlijk even mijn haar krullen. Want sinds het bruin is heb ik nog nooit mijn haar gekruld. En dat geeft natuurlijk weer een heel ander effect. Ja, vanavond ga ik ook naar een feest. Of in ieder geval gaan we wat leuks doen. Dus dat lijkt me ook wel leuk. Ik ga dus even naar boven en dan ga ik mijn haar krullen. Look at my curls. Ik ben echt blij mee. Ik ben snel gedaan. Ik ga nu eten. Ik pak alleen even een oplader voor mijn vlogcamera. Dat ik eventjes mijn andere betere batterij aan de lader leg. Mijn camera ruikt naar een kamer van iemand anders. Dat is raar. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag en ik heb gisteren uiteindelijk toch niet gefilmd bij het Beach Festival. Want het was niet echt gelegenheid voor. Werd ik wel een paar keer herkend. Dus dacht ik, ja, als ik dan met mijn vlogcamera ga rondlopen. Beetje gek. Wij zijn net even naar het dorp geweest. Ik heb mijn broek even laten inkorten en die kon ik vandaag ophalen. En we gaan vanmiddag naar mijn zus toe in Haarlem, mijn schoonzus. En dan gaan we vanavond daar uit. We gaan alweer uit. Oh, mijn haar zit super raar. Ik had niet even kunnen zeggen. Wat zeg je? Mijn haar zit echt super raar. We zijn bij Beach Festival Zwolle. Ik was net bij Beach Festival. Toen kwamen er een paar fans naar me toe. En ik heb dit kettingje gekregen. Super schattig. Als jullie dit kijken, dank jullie wel. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik was alleen even mijn vlog vergeten af te sluiten. Ik hoop dat jullie hem leuker vonden dan gisteren, dan de vorige week vlog. Gisteren heb ik verder nog gewoon een beetje drankjes gedaan daar. En toen ben ik s'avonds geslapen, toen was ik moe aan het hele weekend. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!